Goeiedag. Florida zet zich schrap voor het aan land komen van een zware orkaan. Orkaan Idalia die gaat de komende uren aan land komen en voor grote problemen zorgen. Het orkaanseizoen dat komt nu ook langzaam maar zeker steeds meer op gang. We zien in deze grafiek dat in september eigenlijk de piek is. De exacte piek klimatologisch gezien is op 10 september. Maar in augustus dan nemen de stormen geleidelijk aan toch wel toe. En we hebben momenteel al te maken gehad met 3 orkanen. Idalia, dat is de laatste. Franklin en Don gingen Idalia voor. Sterker nog, Franklin is ook nog steeds zichtbaar. Want die ligt momenteel boven de Atlantische Oceaan. Die zien we hier. Mooi oog heeft de orkaan nog, maar is verder geen gevaar. Blijft boven water. Nee, het probleem, dat is Idalia. Die is momenteel boven de Golf van Mexico aanwezig en trekt naar het noorden. Heeft in Cuba al voor heel veel regen gezorgd. Daar viel het relatief gezien nog wel met de wind mee. Maar de Golf van Mexico, zeer warm zeewater is daar aanwezig. Tussen de 27 en 30 graden. En dat is de ideale brandstof om de orkaan verder te doen versterken. En de orkaan Idalia zal dan ook aan land gaan de komende uren als een categorie 4 orkaan. Een zware orkaan, een major hurricane zoals de Amerikanen dat noemen. Met windsnelheden ruim boven de 200 kilometer per uur. En het is natuurlijk niet alleen de wind die parten speelt. Nee, het is ook de stormvloed die gaat komen. En daarnaast hebben we ook nog te maken met enorme regenval. Dit is de modelverwachting voor Idalia. En dan zien we dat de lijnen zeer gebundeld zijn. Het is ook een soort pluim, een spaghettiverwachting noemen we dat ook wel, een spaghettimodel. En die lijnen liggen dicht bij elkaar en dat geeft een grote zekerheid aan de verwachting. De orkaan trekt dus over het noorden van Florida richting Georgia en de Carolinas en vervolgens dan weer richting de Atlantische Oceaan. En daar wordt de verwachting erg onzeker, maar dat is ook wel gebruikelijk. Dat is nog ver vooruit en eigenlijk niet eens meer zozeer van belang, want het gaat natuurlijk om het traject over de Verenigde Staten heen. De orkaan zal ook wel gaan afzwakken op het moment dat hij boven land komt, maar in hoeverre die afzwakking nog voor een veel betere omstandigheden gaat zorgen. Dat is maar de vraag, want heel veel regen wordt er wel verwacht. En het blijft natuurlijk ook stevig waaien. Hier zien we die neerslagverwachting. Die trekt dus richting het noorden en uiteindelijk naar het noordoosten. Ook over land nog heel veel regen, lokaal meer dan 200 mm. En het zijn neerslagbanden en in die neerslagbanden kunnen dan ook nog tornado's zich vormen. En dat zorgt dan nog eens voor extra grote risico's. Ik heb ze ook even op een rijtje gezet. Het is met name de rode lijn, het gebied waar de zwaarste omstandigheden worden verwacht. Een stormvloed van 4 tot 4,5 meter. Dat gaat tot overstromingen leiden. Sterker nog, dat is al gaande, want het water wordt al opgezwiept vanuit het zuiden. Je moet zich ook voorstellen dat de kustlijn heel laag is hier. Dus ja, het overstroomt gewoon heel makkelijk. Dan komt er ook nog eens heel veel hemelwater naar beneden. Nog eens een keer extra water. Dat komt allemaal samen. Dus grote overstromingen worden er verwacht in dit gebied. Windsnelheden boven de 200 km per uur, zoals gezegd. Een constante wind in een smalle zone van 200 tot 215 km per uur. Met windstoten die nog hoger uit gaan komen. En dat risico op tornado's. Nou, u kunt zich voorstellen, er zijn al veel evacuaties gaande. Mensen vluchten uit het gebied. De noodtoestand is ook afgeroepen door de senatoren die daar aanwezig zijn. En dat zal voorlopig nog wel even zo blijven. Want er wordt bijvoorbeeld ook verwacht dat het stroomnetwerk in deze zone gaat uitvallen. Dat is eigenlijk altijd wel het geval bij een major hurricane die aan land komt. En dat kan zomaar dagen gaan duren. Dus grote problemen worden er verwacht in delen van Florida, Georgia en zoals gezegd ook in de Carolinas.